Goedemiddag, Mayday. Zeg eens hallo. Zeg eens hallo. Nee? Ik zou mijn lens een keertje schoon moeten maken. Het is 1 uur geweest. Ik heb geserveerd. En daarna ben ik nog eventjes een beetje blijven hangen op mijn werk. En ik ben inmiddels alweer eventjes thuis. Het is lunchtijd. En we gaan even een spelletje spelen. En wat wil je spelen? Dat weet ik niet. Nou, we moeten kijken. Iets wat met z'n tweeën kan. Iets wat met z'n tweeën kan. Nou, ik weet niet wat er allemaal met z'n tweeën kan. Gaan we het eventjes uitvinden, hè, Mayday? Donker te worden. Het is 4:15 geweest. Wij gaan zo alvast richting Amsterdam om wat te eten en daarna naar de Amas te gaan. Het is echt vreselijk rot weer, dus ik hou gewoon lekker een warme legging aan en ik trek gewoon even platte schoenen aan. Want als ik trein in, metro uit, weet ik wat allemaal met hakken aan, dat ga ik gewoon echt niet doen. Dus en we gaan met de auto Amsterdam niet in. Dus we gaan gewoon lekker met de trein en met het openbaar vervoer. En dan hopen we bij tijd aanwezig te zijn. Dus ik ga mijn schoenen aantrekken en dan neem ik jullie mee. En dan hoop ik dat ik nog iets kan filmen van de AMA's. Makkelijk om amateur te zijn, maar wel heel erg moeilijk. Het is inmiddels 1:50 geweest. We zijn er terug van de AMA's. Heb ik niks van gefilmd. Het was echt veel te veel indrukken. Het was hartstikke leuk, daar niet van. Als het me lukt, zal ik misschien een fragmentje erin proberen te zetten wat ik dan niet had. Ik zal in ieder geval eventjes wat als het goed is, hebben jullie wat fragmentjes gezien van de zaal. Maar echt, het was zo druk. En in die foyer van het Carré is het gewoon zo krap en zo vol en warm. Nou echt, dat zijn dan de dingen die ik echt niet leuk vond. Maar verder was het hartstikke leuk. Amateur Musical Awards. Ik heb weer een hele hoop dingen voorbij zien komen dat ik echt denk van wauw. En het motiveert om voor onszelf weer iets heel moois op de plank te zetten. We zijn natuurlijk bezig met Titanic. En binnenkort gaan we ook decors bouwen en dergelijke. En daar hoop ik jullie natuurlijk in mee te nemen. Maar het motiveert toch wel weer om mooie dingen neer te gaan zetten. Ik ga dit van mijn gezicht afwassen. Ik ga het hondje mee naar boven nemen. Ik ga lekker slapen. Want om 6:30 gaat mijn wekker alweer.
Want ik moet om 8 uur weer surveilleren in Alkmaar. Dus bij deze, ik ga de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef het filmpje dan een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren. En dan zie ik je morgen weer. Doei!